Comblain Latour, de moeder van alle Europese festivals. Welkom in Comblain Latour, een pittoresk dorp aan de oevers van de Ourthe. Ja, bekend van absoluut niks, maar wereldberoemd bij alle muzieknerds. Ja, want deze paar vierkante kilometers worden de moeder van alle Europese festivals genoemd. En dat allemaal dankzij Wereldoorlog 2. Joe Napoli, een Amerikaan van Italiaanse afkomst, is in 1944 geleerd in Comblain Latour tijdens het Ardennenoffensief. Hij wordt er warm ontvangen. Ze gaven me te eten en een bed en plots had ik geen heimwee meer. 10 jaar na de oorlog keert Joe Napoli terug naar Comblain Latour en hij vraagt of hij iets kan terugdoen voor de bevolking. En de kerk blijkt in heel slechte staat te zijn en er is geen geld voor restauratie. Ja, Joe Napoli was ondertussen impresario geworden. Hij vertegenwoordigde een aantal heel grote Amerikaanse namen, waaronder de jazztrompetist Chet Baker. En Napoli denkt van, wat als ik Chet Baker nu eens een benefietconcert zou laten spelen voor het kerkje in Comblain Latour? En dat gebeurt ook. Op 2 augustus 1959 vindt hier in Comblain Latour voor het eerst Le Festival International du Jazz plaats. Met als hoofdact Chet Baker. Chet Red. De eerste editie trekt 7000 bezoekers. 2 jaar later zijn het er al meer dan 30.000. In de richting van Comblain Latour staat een file van 20 kilometer. Een fenomeen dat in die tijd nog onbekend was. Er worden 60.000 pintjes getapt en 5.000 hotdogs gegeten. Comblain Latour krijgt wereldwijde faam. Grote evenementen in open lucht waren toen nog zeldzaam. Zelfs naar Amerikaanse normen was het een heel groot evenement. Het festival krijgt 2 bijnamen. De Europese hoofdstad van de jazz enerzijds en anderzijds de moeder van alle Europese festivals. Ja, tussen 1959 en 1966 is dit dé muzikale hotspot. Alle kanonnen uit de jazz die spelen hier. Nina Simone, John Coltrane, Bill Evans, ook variété-artiesten. Adamo, Petula Clark, Sylvie Vartan, Charles Aznavour. Zelfs Ray Charles speelt hier op dit terrein. She kisses me and she holds me tight. And tell me, daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love it so. Het publiek wil vooral jazz horen. Tieneridool Adamo wordt in 1963 met fruit bekogeld omdat zijn repertoire te licht wordt bevonden. Hetzelfde overkomt onze landgenoot André Brasseur in 1965. De koning van het Hammond-orgel ging alleen jazznummers spelen. Zijn commerciële succes Early Bird laat hij bewust vallen omdat hij vijandige reacties vreest van het kritische publiek. De Amerikaanse televisiezender NBC wil echter graag opnames maken van dat bewuste nummer. Brasseur zegt toe en speelt alsnog Early Bird. Dat blijft niet zonder gevolgen. On se fait, mais chahuté, mais à mort. Mais on le savait, donc on rigole. Le guitariste, à un certain moment, reçoit une tomate sur son pied. Le saxophoniste aussi, tuk-tuk, il évite une autre tomate. Et on a terminé les 4 morceaux demandés par la NBC. Comme ça, on a dû rigoler à mourir par la suite. Hein. Brasseur, bijna 80 vandaag, is een van de laatste nog levende artiesten die ooit in Comblain Latour hebben gespeeld. In 1962 staat hij er in uniform, als bandleider van het eerste Orchestre de Jazz de l'Armée Belge. De instrumenten moeten gehuurd worden. Soldaat, milicien, brasseur die tot dan piano speelde, kiest voor de verandering voor een Hammond-orgel. J'ai trouvé l'instrument, mais vraiment géant. Les sonorités, etc. La facilité joue toujours dans la bonne tonalité, etc. Tandis qu'un piano, parfois, vous savez, ça. Et dans le fond, c'est grâce au festival que je suis arrivé à jouer de l'orgue. In 1966 is het plotseling allemaal voorbij. Slecht management en veranderende tijden doen het festival de das om. De gages van de artiesten swingen de pan uit. Benny Goodman speelt hier en vraagt 1 miljoen Belgische frank, 35.000 euro vandaag de dag, ongezien voor die tijden. Bovendien worden pop en rock alsmaar populairder. De focus van het jonge volk schuift op. De saxofonist Stan Getz blaast in augustus 1966 de allerlaatste noten van het Festival International du Jazz.